Om de veiligheid te kunnen garanderen zet Amsterdam op 30 april duizenden agenten in. Want de hoofdstad viert die dag niet één, maar twee feestjes. Koninginnedag en de inhuldiging van de nieuwe koning. Een waar beveiligingsdrama zou je zeggen, maar de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan maakt zich vooralsnog weinig zorgen. Dag meneer van der Laan. Danny, hoe is het met u? Ik was klaar met de persconferentie. Ja, weet ik. Ik loop toch nog even met u mee naar de auto. Dat is gezellig, Danny, maar ik loop er wel door. Dit wordt natuurlijk wel de grootste uitdaging uit uw carrière. Voelt u de spanning al? Nee, want er zijn zoveel mensen mee bezig, Danny, en die... Er is echt enthousiasme. Kijk naar hoe we dat met Sail doen en al die grote evenementen. Dat kunnen zij gewoon heel erg goed. Gaat u Amsterdam droogleggen die dag of kun je alcohol kopen? Danny, hoe zou je dat kunnen? Daar is nooit enig moment sprake van geweest. Er is geen sprake van droogleggen, hermetisch afsluiten of moeilijk doen met demonstratievrijheden. We willen gewoon een fijne dag, toch? Heel veel succes. Dankjewel, tot ziens. Jij ook trouwens. Je blijft maar heen en weer rennen, Duimpel. Dat is goed.